We zijn er, dames en heren. De eerste kookles gaat beginnen. Hè? Iedereen altijd klaarstaan? Boontjes? Pan met kokend water? Over 2 minuten gaan we aan de gang, hè? Komt hij over 2 minuten? Nou, dan moet ik wel even opschieten, want er ook wel bij zijn. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Les 1, hè? We gaan beginnen, hè? Wortels, rode wijn, kokend water. Net een mooie paap, jongen, ik ga mee klappen. Pannenkoek, jongen, we gaan jouw boontje leren snijden om te beginnen. 1 kontje, hop. Andere kant, kontje vanaf, hop. Kom, gas erop. Kijk, ik de water wel even warm. Snijden, jongens. Kijk eens, dat doet je goed. Beetje gas erop, jongen, tempo, pak er zeker 6. Maar nou, we stonden ziek van hoe lang zijn we bezig? 20 seconden. Jongen, die gas kan ik nou alweer 100 mensen in de straat rijden. Ja, zo, ja, goed zo. Deze week gaan we dus de eerste kooktechniek doen. Dat noemen we het blancheren van de groenten, jongens. Blancheren wil niks anders zeggen dan het water naar kook brengen. Groentjes erin gooien. En dan kunnen die special effects van de stoom kunnen we zelf creëren, jongen. Kijk, pannenkoek heeft er 4 gesneden. Die kan wel eraan. Dan zal ik een keer doen. Al die boontjes gewoon in één keer heel die kontje vanaf. Wat er aan blijft zitten, blijft er aan zitten. Want ik zie die nergens geen bank meer staan. Die voedselbank kan ook kapot vallen. En heel die zaak, nou, die hoef ik hier ook nog niet te zien vanavond. Dus, nou, blancheren, jongens. Water aan de kook brengen. Boontjes erin doen. En je zult zien dat het water direct stopt met koken. Ik heb nog heel weinig boontjes, maar hè, de hitte kan natuurlijk in de boontjes zitten. Dan doen ze 1,5 tot 2 minuutjes. Halen ze eruit in een bak met koud water. En dan heb ik hier deze staan. Ik kan dus ook met houden. Dus 1 of 2 minuten. En die is gewoon omdat het water kookt, jongen. Dan blijven de kleuren mooi van nature groen. Dus je gooit hem in kokend water en je gooit hem in koud water. Dan verkleuren die en dan blijven mooie boontjes. In de tussentijd, dat is gewoon weer 2-3 seconden. Even kijken hoe ze zijn. Dit is nou wel die smaak, jongen. Ja. Het is gewoon van het boerenland. Kieblad gisteren op het boerenland. Ik denk dat ik tegenkom. Hans van Breukelen. 2 van die gaan zonder zijn heren. Hé, hey Hans, ben aan toe, jongen. Nee, ik stop met kiepen. Ik zeg, ga het goed bekeken, jongen. Eruit halen. In het koud water, hè. Behoud van de kleur, jongens. Ik vind het eigenlijk alweer voldoende, jongen. The show must go on. Het is maar voor today. Het is maar dat we weer een kookles hebben gehad. Blancheren. Hoe doen we het even dan? Pannenkoek poeteren zijn, jongen. In uw mond, live voor de ween opeten, jongen. Eerste keer dat ik jongen niet eten. Dat is onbestuur. Dat kunnen wij dan niet voorstellen. Eerste keer dat ik niet eten. Ik heb de weg trouwens weer goed omgekleed, jongen, voor een nieuwe aflevering. Denk eens in één keer tenminste dat wij elke week opnieuw opnemen. He? Ik in helemaal een ander outfit. Hij niet. Volgende week gaan we eieren passeren. Dus iedereen volgende week een gepeld rauw ei klaarzetten. Kokend water. Dan zijn we toch? Dan ga ik nou een keer op zoek naar die zaakslag. Ik ben helemaal afklappen, die gast. Komt pannenkoekjes in de weg van. Ram jij deze trek op? Water. Nou, Gieter, kan er nog maar net mee deur. Ja. Je kunt jouw wapen verstaan, hè? Dat is jouw geluk.